Ik heb een pakketje ontvangen van Geurwolkje. Het is onze ster van de show. Onze hapgoed. Judith, wat gaan we doen? Naar de film! Allemaal leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. Ik heb mijn vlogdagen dus nu veranderd. Ik ga nu van zaterdag tot vrijdag vloggen in plaats van maandag tot zondag. Dus dan weten jullie dat. Nou goed, het is nu natuurlijk weekend en ik ben lekker bij mama thuis weer eventjes. Het is namelijk echt inmiddels alweer 3 weken geleden dat ik hier thuis ben geweest. Dus het werd wel weer tijd om eventjes een weekendje naar huis te gaan. Ja, en dat is dus nu. En zo meteen mama en ik eventjes samen naar Zaandam, naar de stad. Daar heb ik wel zin in. Dus vanavond gaan we naar een voorstelling. En morgen staat er niet zoveel op de planning. Dus gewoon een leuk weekendje. Zo, tijd om weer even te kletsen. Het is vandaag dinsdag en ik ben vandaag een dagje vrij. Het wordt vandaag 33 graden of zo. Dus ja, de nazomer. En ik moet hier echt nog even van genieten. Want ik denk dat dit de laatste week is dat het zo mooi weer gaat worden. Dus weet je maar nooit, maar dat gok ik. Dus ik wil er wel gewoon even van genieten. Maar goed, ik wilde nog heel even updaten, want het is nu natuurlijk dinsdag. En ik ben zaterdag begonnen met vloggen. Alleen eigenlijk letterlijk de vlog geopend en toen heb ik niks meer gedaan. Maar dat kwam eigenlijk omdat het weekend niet echt heel chill was. Ik zat gewoon niet lekker in mijn vel dit weekend en er zaten gewoon allemaal dingen tegen. En ik had daardoor gewoon echt niet de behoefte om te vloggen. En ik wil mezelf ook absoluut niet zo online zetten als ik in zo'n rare bui ben en als alles een beetje, ja, alles zat gewoon tegen. En op zo'n moment wil ik gewoon niet vloggen. En ik weet dat dat ook menselijk is. Maar op zo'n moment kan ik dat gewoon niet opbrengen. En zondag kwam ik erachter dat mijn harde schijf stuk was gegaan. Zeg maar, hij wilde niet meer connecten met mijn computer. Toen heeft mijn broertje hem proberen te maken. Uiteindelijk een soort van gelukt, zodat ik in ieder geval de bestanden over kon zetten. Maar nu zit ik dus zonder harde schijf. En zonder harde schijf kan ik niet editen. Dat is gewoon een heel groot probleem. Ik heb een laptop met heel weinig opslag. Waardoor ik niet genoeg ruimte heb op mijn laptop om video's te editen. Want dat neemt gewoon heel veel ruimte in beslag. En al helemaal met deze camera. Want deze camera filmt in 4K. Als het goed is krijg ik vandaag mijn nieuwe harde schijf binnen. Ik heb gelijk een nieuwe besteld. En dan kan ik hopelijk gaan editen en het morgen online krijgen. En anders gaat dat allemaal weer vertraging hebben. En daar baalde ik ook gewoon echt ontzettend van. Want ik was net weer begonnen met vloggen. En toen zat dat allemaal weer tegen. En toen dacht ik echt, het kan gewoon niet waar zijn. En ja, daardoor was het weekend ook gewoon een beetje, ja, bleh. Ging gewoon allemaal niet heel goed. That happened. En we hebben weer een oplossing. Dus dan duurt het allemaal maar weer wat langer. Ik ben toch al een tijdje van de radar. Dus maakt toch al niet meer zoveel uit wat dat betreft. En gisteren had ik de hele dag gerepeteerd. En daarna was ik een avondje met vrienden en toen heb ik gewoon ook helemaal niet tijd gehad om te vloggen. Maar goed, ik ben er nu weer. Ik ga zo meteen even een pakketje ophalen. Hopelijk ligt die er bij de buren. Daarna ga ik even naar school om eventjes te studeren. Ik denk niet heel lang. Ik denk een uurtje. En dan daarna ga ik lekker de hele dag in het spoorpark zitten hier in Tilburg. En daar heb ik heel veel zin in, want het is super mooi weer en daar wil ik van genieten. Oké, jongens, ik ben zo excited. Ik heb mijn pakketje opgehaald en ik weet wat hierin zit. En ik vind dit pakketje zo excited, want ik volg dit al heel erg lang op Instagram. En nu mocht ik een samenwerking met hun aangaan en ik ben daar gewoon zo ontzettend blij mee. Ik heb dit product dus gratis gekregen. Ik krijg er verder niet voor betaald om erover te praten of zo. Maar ik ben gewoon oprecht vanuit mezelf super excited hierover. Want ik wilde dit eigenlijk echt wel heel erg lang hebben. Dus laten we het openmaken en jullie niet langer in spanning houden. Pakketje 1 en pakketje 2. Goed, nou, ik heb een pakketje ontvangen van Geurwolkje. En ik volg dat account dus al best wel een tijdje op Instagram en ook heel veel voorbij zien komen. Judith heeft er ook eentje, dus ik wist er al heel erg lang vanaf. En ik wilde dit eigenlijk stiekem altijd al heel erg graag hebben. Wat Geurwolkje eigenlijk inhoudt, het is, ik ga het zo meteen allemaal laten zien. Maar het zorgt ervoor dat er een lekkere geur door je huis wordt verspreid. En dat is allemaal met etherische oliën, wat allemaal super lekker ruikt. En waardoor gewoon lekker een geurtje door je huis komt. En het schijnt ook heel ontspannend te werken. En nou ja, ik wilde het gewoon al heel erg lang uitproberen. Dus we gaan eerst
deze uitpakken, want hier zit de aroma diffuser in. En dat is eigenlijk het apparaat waarmee je de geur en de oliën gaat verspreiden. Het eerste wat ik in het pakketje zie zijn de oliën, de geurtjes dus. En die ga ik zo meteen even bespreken, maar ik wil eerst even de diffuser aan jullie laten zien. Hier hebben we de box. Oh, ik ben zo excited, jongens. Ik heb de Unity Lightwood Aroma Diffuser 400 ml. Oké, degene die ik heb gekozen is de Unity Lightwood Aroma Diffuser 400 ml. Ik vond deze echt het mooist. En ik denk dat die ook heel mooi in mijn kamer staat. Dus mega excited. Oké, dan ga ik hem er nu uithalen. Hier is die. Hij zit nog in het plastic. Oh, ik ben zo excited. Ik kan het echt niet uitleggen. Ik vind hem echt zo mooi. I love it. Ik moet natuurlijk wel nog even gaan uitzoeken hoe het allemaal werkt en zo. Want ik heb eigenlijk geen idee, want er staan hier ook allemaal knopjes op. Light, dat is 1 uur tot 3 uur. Mist, 6 uur. En er staat ook nog een knopje on. Ja, ik weet gewoon nog niet zo heel goed hoe dit gaat werken. Maar daar gaan we natuurlijk achter komen. Maar dit is dus de diffuser. Oh, dit kan er dus blijkbaar af. Dit is, ik moet dit allemaal gewoon even rustig gaan uitzoeken. Maar goed, ik vind hem echt super mooi. Ik denk echt dat hij super mooi staat bij mijn kamer. Ook als ik het nu al zie. Oh, ik ben zo excited. I can't. Oké. En dan nu de geurtjes die ik heb gekozen. De oliën. Ik heb de geur kaneel gekozen. Want I love that. Want dat doet me altijd heel erg denken aan de herfst en zo. En het wordt natuurlijk ook herfst nu. Dus dat leek me wel mooi. Ik heb de geur naaldbos gekozen. Ik weet niet of ik het nu al kan ruiken. De geur naaldbos moet heel erg lijken op de sauna. En als ik ergens gelukkig van word, dan is het de geur in de sauna. Oh, zeg maar als je naar de spa gaat en dan al die lekkere geuren die je op je afkrijgt. Dat vind ik echt geweldig. Dus ik hoop dat het ook echt zo is. En ik heb de schorpioen gekozen. Want mijn sterrenbeeld is schorpioen. En ze zeggen dat die geur dan heel erg bij je sterrenbeeld past. Dus ik ben heel erg benieuwd of ik dat daadwerkelijk ook zo ga vinden. Dus goed, 3 geurtjes gekregen. Dan heb ik ook nog iets mogen ontvangen waar ik ook heel benieuwd naar ben. En dat is de De-Stress Thee Sterremix. Dus dit schijnt een supernatuurlijke thee te zijn. En ik hou heel erg van thee. En ik ben gewoon heel benieuwd of ik of dit fijn is. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd daarnaar. Het is gewoon zo'n zakje met losse thee. Ik heb gelukkig zo'n dingetje waarmee ik dan mijn thee kan maken. Maar echt heel erg benieuwd naar. 100% biologische thee, cafeïnevrij. Het is vegan, cruelty free, 100% fair trade en bio. Dus nou, daar sta ik natuurlijk heel erg voor. Dus ik ben super benieuwd. Ik ga het allemaal uittesten. Als ik het allemaal een beetje aan het testen ben, zal ik het laten zien in de vlog. Maar ik ben mega excited. Ik, ja, super veel zin in. Ik ga nu wel weg, dus ik ga dit later eventjes erbij pakken. Dus ik ga dit allemaal even terug doen in de doos. En dan ga ik er later even goed naar kijken. Want ik ga nu de deur uit. Judith, wat gaan we doen? Judith, wat gaan we doen? Naar de film! Yay! Zo onbekend. Dit is onze ster van de show. Onze hapgoed. Heel goed. Ja, ik heb je alleen niet gefilmd toen je aan het zingen was. Simpel, simpel, simpel. Simpel als 1, 2, 3. ABC is 1, 2, 3. Als je me nou. Ben je weer aan het vloggen? Ja. Hallo. Hi. Hallo. Hoi, je hebt een zak hoor. Het lijkt een beetje als een wippie van de Albert Heijn. Onze Cora. Zie de parade gaan. Yeah. Dus. Ha. Twee, één, één. Pas op dat je het niet neemt, want ik neem het er dan niet uit.
alles valt om. Het gaat helemaal mis. Ja, ik ga deze vlog weer afsluiten op mijn meest knappe manier. Ik kom net mijn bed uit, echt letterlijk. Maar het is alweer zaterdag. En vanaf nu heb ik natuurlijk besloten om vanaf zaterdag te gaan vloggen in plaats vanaf maandag. Dus bij deze ga ik deze vlog afsluiten. Ik heb eigenlijk geen idee of ik deze week veel heb gefilmd. Voor mijn gevoel is het een beetje een weerwar aan beelden geweest. Maar ja, ik heb natuurlijk al gezegd dat ik gewoon hele drukke weken heb nu. Nog een weekje en dan ben ik klaar met de eindvoorstellingen. En dan kan ik hopelijk weer meer vloggen. Dus nou ja, voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Doei doei!